supporters van Roda JC, die hoef je niet te overtuigen van je individuele kwaliteit. Maar die zitten te wachten op het bewijs dat jullie een onverslaanbaar collectief kunnen zijn. Dat is zo dichtbij. Roda JC is terug in de Eredivisie. Voor het eerst sinds de oprichting van het betaalde voetbal was Limburg afgelopen seizoen niet op het hoogste niveau vertegenwoordigd. Die schandvlek is nu weggepoetst. Na één seizoen afwezigheid is Roda terug op het hoogste niveau. Het was een tumultueus jaar in de Jupiler League. In de aanloop naar de promotie geloofde bijna niemand meer in een terugkeer. Tot aan de winterstop eigenlijk hadden we het netjes op orde. En na nieuwjaar moet ik zeggen, is het heel op en neer geweest. Nooit een constant eigenlijk. Hebben we ook nooit meer kunnen aantonen dat we een titelkandidaat waren, vond ik. Met het dieptepunt denk ik in Sparta, 6-0 verliest. Oh, wat een afgang voor dit Roda JC. En zal René Trost zich daar dadelijk niet een keer kunnen aanrekenen? Ik weet het niet. Als je 6-0 verliest, dan is er ook binnen een groep, weet je, dan is het duidelijk dat er iets moet veranderen. En daarna met het opstappen van de trainer. Ik kan niet vertellen of dit nu het gewenste succes gaat opleveren. Maar vooral wel met z'n allen het gevoel dat niets doen geen optie meer wordt. Ik hoop echt van ganse harte dat ze het gaan halen en dan zal ik net zo hard meejuichen. René Trost, op wie zoveel druk lag om kampioen te worden, wordt opgevolgd door zijn drie assistenten. Rick Plum, Regilio Vrede en keeperstrainer Robert-Jan Zoetmulder. We hebben in ieder geval ingezet op duidelijkheid en vertrouwen. Van ja, wat moet er dan wel gebeuren dat het gaat lopen? Dat het gewoon duidelijk moest zijn van zo gaan we spelen, dit is wat we gaan doen. Ja. En dat moet gewoon helder zijn. En dat is ook wel gebeurd vanaf dag 1. En ja, je kan dan natuurlijk niet beter starten dan met een 7-0 thuis tegen Helmond Sport natuurlijk. Dus dat geeft wel een boost. Hè. Zeker na die wanprestatie van de week ervoor. We hebben nummer 7 op het bord. Het is gewoon prijsgeet. Het lijkt wel een kermisland. Ja, we werkten vanaf dan eigenlijk maar naar één ding toe. En dat was pieken in de na-competitie. Uiteindelijk allemaal voor één doel. En dan moet iedereen zich daarin zien proberen weg te cijferen. Iedereen wist van wat hij moest doen. Uiteindelijk is de groep ook gaan beseffen dat hun eigen belang niet meer het belangrijkste was. En zeker in de laatste fase. En dat heeft ons heel ver kunnen brengen. Iedereen leefde op eigenlijk. Zowel naar rust als voor de wedstrijd, als tijdens de wedstrijd. Was de sfeer fantastisch. Ja, op het einde was het gewoon een vechtmachine denk ik. We hebben natuurlijk ook niet de wijsheid allemaal uitgevonden. We hebben ons goed geïnformeerd bij anderen in het trainerswereldje die ook die ervaring hebben gehad. Wij zijn bij Jurgen Streppel geweest. We hebben gevraagd van kunnen wij nog met dingen rekening houden? En een van de belangrijkste dingen die hij aangaf, van probeer in ieder geval in een hotel te gaan, zowel bij uit- als thuiswedstrijden. Zorg dat je zoveel als mogelijk bij elkaar bent. Nou goed, dat hebben wij in ieder geval ons te harte genomen. En we zijn de dag na het gesprek met hem zijn we bij de directie binnengelopen en hebben gezegd van nou, dat we dit wilden gaan doen, meer bij elkaar zijn. Dat heeft ons wel dichter bij elkaar gebracht. Het feit dat we iedere keer van huis waren bij elkaar en constant eigenlijk geconfronteerd werden met elkaar, ook met het voetbal. Heel veel over heel veel beelden gezien, heel veel met elkaar gesproken. Dat je op een duur dacht, we zitten constant te praten, maar het heeft wel opgebracht. Emmen eigenlijk was denk ik van alle ploegen die we konden treffen in de na-competitie voor ons de moeilijkste tegenstander. Iedereen verwacht van Roda, nou dat doen ze wel. En dan moet je het ook nog maar eens een keer kunnen. Zeker met de strijdwijze die zij hanteerden. Ze speelden overal op het veld 1-1. Veel jongens erop, grote jongens, veel lange ballen. Terwijl wij net een team waren, kunnen ook wel passie erin leggen, maar toch meer van het voetbal willen uitgaan. We kwamen snel al voor. Hebben we denk ik geen kans weggegeven daar. Dus het was gewoon een prima uitgangspositie voor de thuiswedstrijd. Het is een zakelijke overwinning geweest, maar ik vind dat wij wel een van onze beste wedstrijden gespeeld hebben in Emmen. Emmen thuis kwam al vroeg 1-0. Denk ik, een goede goal, dus assist op een rij.
die hem mooi binnenschoot. Toen zag je dat we het weer moeilijk kregen en dat hun iets opportunistischer gingen spelen en dat ze ons wel goed onder druk zaten en ja, aardige goal van hun. Ja, ik denk dat op het perfecte moment eigenlijk, net zoals tegen NAC, allebei 1 minuut voor rust, dat ik dan 2-1 maak. Dachten we dat de wedstrijd liep dat het wel ging lukken, heel makkelijk. Alleen ja, het kost uiteindelijk super veel moeite natuurlijk, maar dat hoorde misschien allemaal erbij. De tweede helft was het vrouw en kinderen. Ik zie die omhaal nog de laatste minuut zeggen, ik was toen gewisseld. Ja, dan denk je van, het zal toch niet waar zijn. Ja goed, dan weet je, dan kom je in de finale terecht. En dan is het alles of niks. Hè. Maar die wedstrijd tegen Emmen was wel hier thuis de minste en de moeilijkste, maar wel de belangrijkste om verder te gaan natuurlijk. In de finale van de play-offs is NAC Breda, de nummer 16 van de Eredivisie, de tegenstander. Roda begint met een thuiswedstrijd. Ja, hoe hier toen aankwam, zeg maar bij die thuiswedstrijd tegen NAC, dat geeft je alleen maar meer power om er echt voor te gaan. En daar komen ze Nathan Rutjes voorop en de rest van de selectie voor deze bijzondere tweestrijd met NAC. Want dit zijn de wedstrijden waarin het moet gebeuren. En dat besef is er bij de supporters en ook bij deze speler. Het was in ieder geval duidelijk dat wij hier in de beginfase door het oog van de naald zijn gekropen. Want NAC heeft hier 3 kansen gehad waar ze eigenlijk de wedstrijd op slot kunnen gooien. Daar maken ze er maar 1 van. En eigenlijk gaandeweg de wedstrijd hebben wij steeds meer het heft in de handen gepakt. Ook Jansen naar Paulussen. Mitchell, de kan zitten, Mitchell gaat zitten, Mitchell gaat zitten. Oeh! Ja, we hebben niet opgegeven en ik ga nooit vergeten hoe we hier van het veld gestapt zijn. Het was echt heel teleurstellend dat we gewoon verloren. Ik had het echt niet verwacht. Ja, je zat in zo'n flow met z'n allen. Je had een soort van gevoel van, ja, we zijn toch onoverwinnelijk. Heel het rondje eigenlijk dacht ik echt van, dat we het publiek bedankt. Toen dacht je wel van, ja, ik wil helemaal niet nu hier zo lopen met dit gevoel. En toen dacht ik wel van, ja, we moeten daar gewoon scoren en dat moet lukken. Iedereen had nog vertrouwen en pepte elkaar op. De fans bleven minutenlang staan klappen. Dat was ongelooflijk en dat gaf je wel een boost naar de volgende wedstrijd. Je komt na de wedstrijd binnen en er was zo'n ontzettend sterk geloof van potverdomme, want het gaan we pakken. Het hoefde maar te winnen binnen 90 minuten en dan hadden we of een verlenging of zouden doorgaan. Ik had geen flauw idee waarom wij niet van NAC kunnen winnen uit. Altijd geloof erin gehad dat het een goede afloop. We hebben ook opgeschreven, hè, op de sheet. We zijn 90 minuten plus zijn we verwijderd van de Eredivisie. Zo geschiedde ook. Ik denk niet dat er in een wedstrijd zo vaak is geschommeld van promoveren, degraderen, rode kaarten, paal, lat. Dus, ik denk dat er alles op en aan zat en een geweldige wedstrijd. Ja, ik vond dat we in het begin wel een beetje, dat we toch een beetje zenuwachtig leken met momenten in het begin. Een beetje onder de indruk misschien. Maar het doelpunt net voor rust van Paulus, dat gaf ons vleugels, denk ik. Ja, ze lieten ons wel voetballen en Hies kwam vrij voor de verdediging. En, hij draaide open en op dat moment zette ik een loopactie in de diepte. En dat was een perfecte bal, denk ik. De verdediger stapt uit, die komt er net niet aan. Toen ik hem schoot, wist ik al, deze gaat erin. Als je dan 1 minuut voor rust even de achterstand gedaan maakt, dan gaan wij toch met een lekker gevoel die kleedkamer in en hun knijpen hem nog meer, denk ik. Nou, het was precies zoals je dan hoopt. Dan moeten we voorkomen en in rust, dat is goed. En dan hebben zij spanning. Krijgen we ook nog een keer rood met Seuntjes. Toen hebben we ook letterlijk in de wedstrijd gedacht van het gaat zo gebeuren. En het publiek ging zich tegen hun eigen ploeg keren. Ja, en dan moet je, des te meer dat zij gaan fluiten, des te meer het voor ons een stimulans moet zijn. Ik denk dat we ook een paar keer dichtbij zijn geweest met een 11 tegen 10. Dat hun ook nog zelfs een keer op de paal schieten. Ik zelf ook heb nog een gehad om de 0-2 te maken, dan was het sneller beklonken geweest. Maar gescoord wordt er niet meer en dus komt er een verlenging. Met de ingevallen Frank de Mouge, die vanwege een teenblessure alleen met een spuit kan spelen.
maar zonder Arjan Swinkels, die vlak voor tijd rood krijgt. Ja, dat was natuurlijk wel dompen. En ja, daar ben ik ook wel echt, zelfs in de wedstrijd, nog echt boos om geworden natuurlijk. Van, ja, we hadden het gewoon voor het grijpen eigenlijk, de overwinning. Dan opeens valt dat weg, onze troef als het ware, dat we een man meer hadden. Dit een kantelmoment is geweest waar ik het enige moment heb gehad van nu ontglipt het uit de handen. Het was een moment dat het stadion echt ontplofte. Ze kregen weer geloof in een goede afloop. Ja, dan heb je een probleem in Breda. NAC komt op voorsprong. Maar was die bal nou over de lijn of niet? Ik ben er nog niet uit, nee. Dus mijn man die kopt tegen mij. En dan gaat hij nog via de keeper nog. Ja, gaat hij al dan niet achter de doellijn. Montaigne zegt van niet. En ik geloof hem. Op dat moment gaat het niet door je hoofd van. Zou het weer iets met arbitrale dwalingen te maken hebben? Maar achteraf, ja, als we het niet gehaald hadden en het was door zo'n doelpunt geweest, dan. Dat was dat wel zuur geweest, denk ik. Je kunt wel helemaal in paniek raken. En dat was er ook wel eventjes. Er waren een aantal jongens die waren helemaal te neergeslagen. Maar we hebben ze snel bij elkaar geraakt in die 2 minuten wat we hebben. In die verlenging, in die pauze. Daar hebben we bij elkaar geraakt. Maar één ding gezegd, jongens. Of zij nou scoren of niet scoren. Het maakt niet uit voor ons. Wij moeten toch hier scoren. Wil je die play-offs winnen? Wil je naar die Eredivisie? Je moet. Je moet echt op dat moment, je kan niet anders. Een kwartier is echt super weinig natuurlijk. Je ziet toch die tijd, je kijkt naar de klok en ja, het zal toch niet dat we het niet gaan halen. Opeens lag hij er toch in. De kunt er veel zitten, de moesje doet het op dit moment. Speelt de bal naar Anko. En Anko gaat de lijn af, legt hem voor naar Frank. Die hem perfect in mijn voeten legt. En, ja, ik kan ook niet anders dan één tijd eigenlijk schieten en hij gaat de korte hoek binnen. Uiteindelijk heeft Frank eigenlijk gedaan waarvoor hij eigenlijk bewaard is. En dat is die ene bal wat nu historie is voor de club. Ja, en toen zag ik die bal in een netje vliegen. Ja, ik weet niet eens wat ik bij Jurgen deed. Volgens mij ben ik gewoon gaan liggen. Want je ziet mij nergens op die beelden, zie je me erbij. Dan ben je gewoon even weg van de wereld. Ik ben links, rechts gelopen, iedereen erbij. En ja, dat besef je denk ik op dat moment nog niet dat dat het doelpunt gaat zijn die ons verder brengt. Hè. Het waren nog, denk ik, dat het nog 10 minuten waren daarna, zeker. Hè. Dus ja, onbeschrijfelijk. Ja, op dat moment wist ik van dit gaan we niet meer, dit gaan we niet meer weggeven. Echt aftellen. Elke bal die weg werd geschoten, dacht je van. Want ja, het is nog een soort van motivatie dan die je daaruit put. Van elke minuut is er één minuut die wij winnen, gewoon op dit moment. Juist, ja, laatste minuut, dat was nog een cruciale fase. Dan zie je die laatste bal van die Tigo de Winnie liggen. En dan denken ze een paar jaar terug, Vladeres, hij zal er toch niet ingaan. Het was zo mooi eigenlijk. Want ja, hij staat in die muur daar, ja, die duurt eventjes, neemt hij de aanloop, nou, dan zie je hem schieten. Ja, toen ging ik al rennen. Ik dacht van ja, het zal wel afgelopen zijn nu toch. En toen te rennen dacht van ja, ik moet nog wel even kijken of er wel wat afgefloten zo. En toen zag ik de scheids al naar de 16 man, ja, dan liep ik gewoon door. Vloot die scheids af en gaan iedereen als een dolle door elkaar, denk ik. Je weet het, je hebt het gehaald. En dat je met die jongens samen kunt vieren, dat is wel, het was denk ik, het mooiste moment voor mij. Mensen rennen, de ene valt, de andere rent weg. Ja, dat gevoel zou ik altijd terug willen. Ja, daarna zijn we opgestaan en zijn we de hoek in gerend, waar het uitvak was. En ja, daar begon het zeg maar een beetje los te gaan. Want ik liep ook naar het uitpubliek toe. Ja, daarvoor staan natuurlijk allemaal mensen van NAC die gewoon net hun club hebben zien degraderen. Ja, die waren natuurlijk niet heel erg vrolijk op dat moment. Dus ik kreeg gelijk een bierdoos over me heen. Toen heb ik nog even 1 seconde zo gestaan van ik neem hem even met alle liefde. Alleen toen zag ik al snel een paar stewards over me afkomen of een beetje zo gaan allemaal weg. En ja, volwassen mensen die gewoon in tranen uitbarsten. En voor onze club is het natuurlijk enorm van belang dat dit gebeurde. Ja.
We wisten niet waar we kwamen. Ik denk vanaf het moment van Sparta had niemand nog ons eigenlijk enige kans gegeven op promotie. Dat we naar elkaar toegegroeid zijn als team. Als je het dan op die manier nog kan rechttrekken, is dat iets fenomenaal. En dat zou ik zelf alvast nooit meer zal vergeten. Het duurde natuurlijk heel lang voordat wij überhaupt weg waren uit het stadion. Ja, uiteindelijk een hele lange busrit terug. Nou, een geweldige busrit. Had nog langer mogen duren wat dat betreft. Het leek wel een kidsclub als het ware, alleen maar zingen. En dan wel een kidsclub met drank trouwens. Dus een volwassen kidsclub was het. Regilio moet een liedje zingen. Ja, Regilio gaat nog eventjes. Oh, pas op. Daar gaan we bijna. Volgens mij zijn we er bijna. Regilio moet een liedje zingen. Nou, begin maar. Janken in Breda, ole ole. Janken in Breda, ole ole! Daar is mijn vaderland, een vierbaar land. Wij vieren! Ja, je ziet dan weer hoe groot deze club is en hoe dat leeft hier in de regio. En dat is wel mooi. Volwassen mensen huilen, je tranen in de ogen en die staan, ja, we komen voor mij om 10 uur aan, hè? En de hele markt staat nog vol. Je zag één grote gele zee van mensen, denk ik. En ja, de markt, ja, ik zie hem al helemaal leeg altijd voor me als ik daar eens loop. En ja, nu was hij helemaal vol en ja, dat beeld dat zal ook niet snel verdwijnen uit je gedachten, denk ik. Ik heb 12 jaar gewacht op de eerste prijs in mijn carrière. En dan mag ik hiermee afsluiten met, ik denk, een mannetje of 7000 op de markt. Ah, dat is het mooiste wat er is. Ik ben zo gelukkig. Dat kan je je niet voorstellen. Als kerkarts jongen daar te staan, dan ja, dat is onbeschrijfelijk kippenvel. Het zijn de momenten waar je het voor doet. En daar moet je ook van intens van genieten. Want zoveel momenten krijg je niet in je carrière als speler, maar ook niet als trainer om dit mee te maken. Wij kunnen als spelers waarschijnlijk nog steeds niet beseffen hoeveel het betekent voor de mensen die echt al jaren zitten en echt een hart verpand hebben aan de club. Je hebt positieve momenten gehad, heel veel mindere momenten ook. En dan als je op zo'n manier kan afsluiten. Uiteindelijk ben je wel geraakt waar je voor het seizoen wou zijn. Hè. We hebben gezegd promotie via de titel zou heel mooi zijn, maar er is ook altijd nog een nacompetitie. En ja, goed, het is gebleken dat dat ook een mogelijkheid is om de weg omhoog terug in te zetten. Na alle gefeest is iedereen weer terug op aarde. Roda JC bereidt zich voor op een nieuw seizoen in de Eredivisie. Het is natuurlijk nu wel een stuk fijner dan vorig jaar, eerlijk gezegd. Vorig jaar had ik wel wat meer moeite om te motiveren dan dit jaar. Nu is het gewoon is de club weer waar het hoort. Dat zorgt natuurlijk wel voor heel veel zin. Ja, als je denkt alleen de uitwedstrijden vergelijkt, dan heb je nu gewoon zin in die uitwedstrijden. Als je stadions waar je in gaat spelen en de sfeer daar. En ook het stadion hier, het zal ook weer voller zitten. Het zal al vol vorig jaar, maar er zal ook wel meer mensen weer zitten. Gaat Roda dit seizoen in de Eredivisie blijven? Ja. Ja. Ja, 100%. Het was een historisch jaar voor Roda, maar het had eigenlijk niet mooier kunnen zijn dat de ontlading des te groter was, omdat het zo close was. Het was echt binnenknijpen tot de laatste seconde, letterlijk echt tot de laatste seconde. Ja, de ontlading was mooi en ja, laten we maar gewoon zorgen dat dit stadion gewoon de komende, gewoon voor altijd eigenlijk gevuld wordt met publiek dat naar een Eredivisiewedstrijd komt kijken. Want dat hoort hier wel en dat is in ieder geval gelukt.